Vlakbij de Randstad in de gemeente Weidemeren ligt een dorpje Nederhorstenberg, wat vlak aan de Vecht ligt. En het is onder andere bekend van haar prachtige kasteel. Maar nu schijnt het ook dat je hier heel fijn kunt wonen. En daar wil ik natuurlijk alles over weten. Dus heb ik vandaag afgesproken met Suzanne van Harten. Nou, stel nou Suzanne, ik wil hier heel graag gaan wonen en ook gaan bouwen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, als je je eigen huis wilt bouwen, zul je eerst een kavel moeten hebben. Die kun je vaak reserveren of een optie opnemen, waarmee je de tijd hebt om tot een mooi ontwerp te komen of je financiering te regelen. En denk daarbij aan de wettelijke en de contractuele kaders. Ja, en over wat voor kaders heb je het dan? Als je zelf gaat bouwen, krijg je te maken met wetten en regels. En een gemeente heeft vaak ook nog specifieke regels. En er zijn ook welstandsvrije kavels. Dat biedt veel meer mogelijkheden. En natuurlijk heb je dan ook wel spelregels. Ja, en nu denken mensen vaak toch wel dat bouwen heel ingewikkeld, maar vooral ook duur is. Is dat ook zo? Zelfbouw is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Er zijn architecten en aannemers die specifiek voor kavelbouw zijn. En daarnaast zijn er ook wel kavelbouwers die bijvoorbeeld aan de hand van inspiratieontwerpen je een goed beeld kunnen geven van wat zijn de mogelijkheden op dat desbetreffende kavel en wat is dan de bijbehorende prijs. Ja, en in hoeverre is er nou nog begeleiding tijdens het bouwtraject zelf? Nou, een eigen huis bouwen kost veel tijd en energie. En zo'n kavelbouwer kan je van A tot Z begeleiden in de ontwikkeling en in het bouwproces. Zij bieden zekerheid over de kosten en over de bouwtijd. Als je het leuker vindt om het zelf te doen, dan kan het natuurlijk ook, want het is natuurlijk een feestje. Ja, en wat zijn nou nog dingen waar je rekening mee moet houden voordat je gaat bouwen? Nou, kijk goed waar je wilt wonen. Zoek een kavel die jou aanspreekt. Qua ligging, qua ontspanning, qua rust. En als je dan eenmaal gaat bouwen, zorg dan ook dat je het kavel optimaal benut. Bijvoorbeeld dat je lekker kunt genieten van het uitzicht. Ja, en wat heeft de omgeving allemaal nou nog meer te bieden? Nou, dit sfeervolle dorp kent heel veel oude gebouwen, pittoreske straatjes. En daarnaast in het centrum een supermarkt, een ambachtelijke groenteman, een slager, verderop nog een bakker. Veel basisscholen, maar ook veel sportvoorzieningen, voetbalvelden, gravelbanen van de tennisbaan en drie jachthavens. Dus volop watersport. Ja, Suzanne de Turk hebben altijd nog een tip in ons televisieprogramma. Ik heb er zelfs twee. Dus kijk eens wat verder dan de Randstad en de grote steden. En de kleinere dorpen hebben vaak ook veel te bieden en liggen er dichtbij. Dichtbij de grote steden. En de tweede tip is, als je de mogelijkheid hebt om je eigen huis te bouwen, dan laat die droom wel vooral niet varen.